Ik ben in principe gewoon een maker. En ik vind het verreweg het leukste om programma's te maken. Mijn interesse gaat vooral uit naar kennis verwerven. Dat is een hele privé reden om het te doen. Goed, het is mijn passie, wetenschap. Ja. Maar ik wil los dat het mijn passie is, is het ook heeft het vind ik een belangrijke publieke functie. Dus onze taak, vind ik, daarin is de burger in zijn algemeenheid op de hoogte houden van wetenschappelijke ontwikkelingen. Weet je, ik hou van wetenschap, ik ben gek op wetenschap, maar ik ben geen wetenschapper. Ik kan niet goed rekenen. Tenminste, ik ben slecht in formules doorgronden. Ik snap ze, laten we zeggen, op een basic niveau kan ik er naar kijken en denk ik, oh, die zal wel daar vandaan komen, maar ik snap het niet. Ik leef niet in de wereld van de formules. Ik leef in de wereld van de ideeën. Dus in die zin ben ik ook geen wetenschapper. Ik ben misschien wel meer filosoof dan wetenschapper. Dus natuurfilosoof, zoals dat vroeger zo mooi werd genoemd. En dat vind ik ook fascinerend. Ik vind het fascinerend om het grotere totaal van de wereld te snappen of bij elkaar te brengen of verbanden te leggen. Ik denk dat steeds meer mensen zich realiseren dat wetenschap en technologie dat wij in een wetenschappelijke technologische samenleving leven en dat dat steeds belangrijker wordt om je daarin te begeven en daar ook kennis van te hebben. Wat wel zo is, is dat je altijd moet strijden tegen laten we zeggen de arationaliteit van een grote groep mensen die vinden dat wetenschap dingen stuk maakt of gevoelloos maakt of veel minder mooi maakt enzovoort. En dan zeg ik altijd, ja, ik ben de mening toegedaan dat juist de wetenschap en de ontrafeling van allerlei raadsels, dat daardoor alleen maar meer raadsels ontstaan, omdat ze veel dieper in de materie kunnen doordringen en veel dieper in systemen kunnen doordringen. En ze wat mij betreft hun eigen schoonheid krijgen. En die schoonheid zit er niet in het niet begrijpen, maar die schoonheid zit hem in wezen in het wel begrijpen. En daar spelen dus de bewijskrachten speelt daar een rol. Maar ook andere vragen, bijvoorbeeld hoe is dat spoor nu daar gekomen? Is het spoor wel van de dader? Nou, we zien vooral met DNA-bewijs, daar rapporteren wij wat we noemen berekende frequenties of matchkansen. Wat wij rapporteren is een vorm van zeldzaamheid. Ik wilde wetenschapsprogramma's maken omdat ik gek was op kennis. En dit is ongeveer de enige legitieme manier om bij elke willekeurige professor wereldwijd binnen te vallen en hem het hemd van het lijf te vragen. En dat doen ze ook graag, want ze willen natuurlijk heel graag op radio en televisie. Ijdelheid is hun ook niet vreemd. Dus ik vind het, voor mij is het echt dé manier om veel kennis te verzamelen eigenlijk. China groeit in hoog tempo. De komende jaren moeten op het platteland zo'n 200 miljoen huizen gebouwd worden. Doen ze dat met bakstenen, dan kost dat 25% van de toplaag van de landbouwgronden en de helft van de kolenvoorraden om die stenen te bakken. China heeft een groot probleem. Afval is voedsel wel, ja. Ja. Dat vond ik. Ik had wel iets soortgelijks meegemaakt met die waterstofdocumentaires, waar toen ze uitgezonden werden. Ik gevraagd werd om overal te gaan spreken en interviews te houden. Nou, dat vond ik op zich leuk, maar dat ebde langzaam maar zeker toch wel weer weg. Dat gebeurde met afval is voedsel. Werd ik letterlijk wel overvallen door de reacties. Omdat, ik werd letterlijk gebeld door een aantal instellingen waarvan ik, pardon. Gewoon een beetje verombelde op een gegeven moment. Het ministerie van, mogen we die uitzending hier vertonen? Want het is voor de eerst dat we iets zien waar daadwerkelijk iets concreets geboden wordt. Dat we niet meer met papieren zitten te schuiven. Heb ik politieke ambities? Nee meneer, ik heb geen politieke ambities. Ik merk een beetje met eindredacteurschap ook en eigenlijk met directie van Nemo ook. Ik doe het omdat ik het belangrijk vind en ik vind het leuk om wetenschap, laten we zeggen, de in beleidsmatige zin naar buiten te brengen. Maar ik moet het niet te veel doen, want als ik dat te veel doe, word ik heel ongelukkig. Dus ik zou helemaal geen politieke rol. Ik vind het hartstikke leuk om mensen te inspireren. Dat vind ik eigenlijk veel leuker dan om beleid te gaan maken op dat gebied.
Het is, laten we zeggen, mijn achterliggende gedachte is wel dat ik een stichtelijke taak niet erg vind. Dus ik vind het leuk om, laat ik het heel anders zeggen. Het is mijn passie en ik vind het leuk als ik andere mensen van die passie kan overtuigen. Mijn vrouw die vindt het altijd vreselijk, want je moet altijd mensen de leraar uithangen. Dat is ook zo, dat is ook een beetje zo. Dus die wordt er ook gek van af en toe. Mijn vrienden worden er ook af en toe gek van. Dus dat is een drive, die kan ik heel moeilijk onderdrukken. Heel af en toe probeer ik het te onderdrukken. Ja, nou laat ik het zo zeggen, waar de religie vindt dat je God moet dienen in dit leven, vind ik dat je kennis moet delen. Dus dat je op zoek moet gaan naar de dieper liggende werkzaamheid van deze wereld en kennis moet verzamelen. Dat is mijn diepste drijfveer, zullen we maar zeggen. En dan liefst ook de juiste kennis, zullen we maar zeggen. Dus kennis die strookt met de werkelijke wereld. En in die zin vind ik ook dat zegen inderdaad, dat je, denk ik, met zegen probeer de mensheid uit de donkere krochten van de foute denkbeelden te trekken. En de mens, alsof ik zelf geen foute denkbeelden zou hebben, heb ik natuurlijk ook. En ik heb ook allemaal vooroordelen, ik ben ook gewoon, niets eigenwijs is mij vreemd. Maar ik denk een soort fundamentele taak, dat je probeert deze wereld te begrijpen. Ik heb een geweldig mooi huis met een prachtige tuin waar ik het heerlijk vind om af en toe in te rommelen. En ik hou van klussen en ik hou van skaten. En ik hou van mijn vrouw.